Nou, ik speelde op het Noord-Nederlandse. Boven in het land. NK21. En ja, ik vond dat ik niet echt zozeer in vorm was. Maar uiteindelijk toch nog een tweede plek uit kunnen halen. Dus daar ben ik wel blij mee. Daar heb ik al vaker meegedaan op NK21. Maar dat was alweer 2 jaar terug. En ik ben nu verder gaan slaan. Door de jaren heen. Dus dat is toch wel iets anders dan de afgelopen keer dat ik er ben geweest. Eerste ronde maak ik 1 over. Eindigde met een 3-put. Dat was wel echt zuur. Tweede dag maak ik plus 2. Het was ook, ja, was ook niet echt veel. En de laatste dag maak ik level. De laatste dag speelde ik best goed. Stond ik 3 onder na 9. Maar ja, ik liet het een beetje gaan. De tweede 9. Ik maakte de laatste 4 holes maak ik 3 bogies. Dus dat was wel echt, was echt jammer. Maar het spel was de hele week niet zo lekker. Dus op zich een tweede plek was toen nog wel goed. Toen je die laatste ronde speelde, was het redelijk duidelijk waar je stond en ten opzichte van nummer 1? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik stond 7 slagen achter voordat we begonnen. En ik wist dat ik met een goede ronde nog wel iets, iets naar boven zou kunnen schuiven. Alleen ik had geen idee wat de flight achter me zou doen. Hey, en dit seizoen over het algemeen, dat kwam natuurlijk wat later op gang. Maar hoe kijk je op dit seizoen terug? Ik heb een best goed seizoen gehad. Vooral de balstrijking is veel beter geworden. Alleen het putten was niet echt goed dit seizoen. Dus daar zou ik eigenlijk nog een stap in moeten maken. Maar dit seizoen ben ik zeker wel tevreden. Ja. Blijf je gewoon als amateur spelen of wat zijn je doelen? Ja, ik blijf denk ik... Of ja, ik wil eigenlijk nog 2 seizoenen amateur spelen. En dan wil ik professional worden als het niveau er is. Want ik wil er gewoon niet te lang mee wachten met professional worden. Ja, ik denk dat het professionele niveau leuker is dan amateur in mijn ogen. Dan speel je uiteindelijk toch wel echt ergens voor. Want amateur is toch, ja, toch iets anders gewoon in mijn ogen. Dan professioneel er echt je baan voor maken. Zijn er nog bepaalde stappen die je daarvoor zou moeten zetten, vind je zelf, om echt professional te kunnen zijn? Ja, 100% putten. 100%. Want dat is gewoon, het is gewoon niet goed. Dus dat zou echt wel een punt moeten zijn wat ik echt zou moeten verbeteren, wil ik uiteindelijk die stap kunnen maken. Ja, ik vind putten ook niet echt leuk, als ik eerlijk ben. Dus ik zou ook sowieso meer uren moeten maken voor het putten. En dat is gewoon, dat ga ik gewoon doen. Dat moet ik doen, wil ik beter worden. En dat ga ik in de winter hard aan werken met een aantal coaches van Golfton, ja. Hey, dan even over Golfton. Want ik heb begrepen dat jij zelf ook binnen Golfton wel een en ander gaat meehelpen of meedoen. Ja, ik ben stagiair dit jaar bij Golfton voor mijn laatste jaar in mijn studie. En dat is eigenlijk gewoon geweldig. Ik ben nu ook weer op de golfbaan en het is gewoon top om het zo te combineren met golf. Vooral social media heb ik doorgekregen dat ik dat veel ga doen. En ook nog ambassadeursdagen dat ik meespeel en meehelp voor de organisatie vooral.